Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea Man Cream. We gaan het hebben over de Grand Prix der Grand Prix's. Monaco. Ja. Heerlijk, ik heb er echt zin in, maar ik maak wel een beetje zorgen. Zorgen om dat? Nou ja, kijk, Max, vorig jaar laten we hopen dat hij niet weer ergens tegenaan rijdt in een muur. Die kans bestaat wel, toch? Hij neemt altijd veel risico. Max neemt heel veel risico, maar dat moet hij ook doen. In Monaco is echt een circuit waar je als coureur boven jezelf moet uitstijgen. Waar je eigenlijk een soort van in trance door tussen de muren en tussen de vangrails doorrijdt. En Max kan dat denk ik als geen ander, zeker met zijn recente kartervaring. Ja. En Max, het beeld is een beetje ontstaan dat Max niet goed is in Monaco, omdat hij één keer achter op Grosjean is gereden. En natuurlijk twee keer de muren is gegaan vorig jaar. Ja. Maar je hebt er wel vertrouwen in? Ik heb er heel veel vertrouwen in. Max is juist heel goed in Monaco. En dat is bij uitstek een circuit voor Verstappen. Ja. Alleen, het moet even niet fout gaan. Maar vorig jaar had hij een foutje met de rembalans, waardoor hij er in de race afging. Maar toen voordat hij eraf ging in de race, ging hij echt heel erg hard. En toen reed hij, zoals dat in Formule 1 termen heet, paarse tijden. Dus het snelste van iedereen. De ene na de andere ronde. Hij was bloedsnel en hij kan het zeker op Monaco. En dat gaat hij dit seizoen laten zien. Ferrari is dit weekend denk ik de kloppen auto. Ja. Alleen met Vettel achterstuur, want Räikkönen, ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar nou, ik vind je wel heel negatief. Räikkönen heeft de afgelopen weken op zich best goed gereden. Räikkönen, steeds beter. Räikkönen staat best oké, maar ja, hij staat wel een beetje in de schaduw van Vettel. En dat is op zich ook wel normaal, want Vettel is buiten categorie. Räikkönen niet meer, wil ik eigenlijk wel even zeggen. Maar Ferrari heeft eigenlijk bij uitstek de goede auto voor dit circuit. De auto is goed op de curbstones, de auto is goed in balans, de auto is goed in langzame bochten. En het kleine verschil in vermogen wat ze nog hebben met Mercedes, daar hebben ze hier echt geen last van. Nee. Nu moet ik wel zeggen, Vettel is geen Monaco-specialist. Waarom niet? Hij heeft eigenlijk maar één keer gewonnen in Monaco. Ja. Terwijl hij met Red Bull toch 4 jaar het hele Formule 1 wereldje domineerde, maar zijn teamgenoot Webber was toen beter in Monaco. Ja. Het moet je een beetje liggen, maar ik denk dat hij inmiddels de schoen wel gevonden heeft. En wat is jouw analyse dan dat hij zo'n meesterlijke tijd bijna een seconde sneller dan Mercedes? Waarom op dit moment dus wel? Nou ja, je kunt zeggen Ferrari is snel, je kunt ook zeggen Mercedes is langzaam. Ah. En Mercedes heeft misschien, dat moet echt nog blijken in de kwalificatie, maar misschien een probleem. Het is sowieso zo dat hun wielbasis, dus de afstand tussen de voorwielen en de achterwielen, is het grootst van het hele veld. Ja. En dat is in Monaco, waar je veel kort moet draaien, niet voordelig. Nee. Of het een nadeel is misschien wat overdreven, maar het is niet voordelig. Hij wil voor de Triple Crown gaan. De Triple Crown, ja. Dus dat is de Monaco winnen, dat heeft hij al gedaan. De Indy 500 winnen en de 24 uur van Le Mans winnen. Ja. Hij doet het goed, hè? Hij doet het uitstekend. Ja, ja. Hij heeft nog nooit op een oval gereden. En dit is zijn eerste optreden op een oval eigenlijk. En hij rijdt gewoon met de beste mee. Ja. En hij heeft ook een goede auto en een goede Honda-motor. Opvallend. Die is daar wel goed. En hij heeft goede begeleiding en alles. Maar je zit nog steeds zelf achter het stuur. En dat het niet zonder risico is, hebben we gezien in de kwalificatie van de Indy 500 met Sébastien Bourdais. Die gaat 370 km per uur in de kwalificatie keihard rechtsaf de muur in. Ja. En dat is gewoon een zware klap geweest. Er wordt wel eens gekscherend gezegd, het is rondjes rijden totdat je bij neervalt. Maar ja. Je ziet hier wel degelijk dat er bepaalde kunst Tuurlijk, in... Ja, het is geen makkie, die auto om 370 km per uur. Bedoel, wie heeft dat ooit op de weg gereden? Niemand. En dan ga je continu linksaf. Voor Alonso hebben we dus Button als invaller. Vooraf werd gezegd van Button komt terug niet van zijn gemotiveerd. Niet gemotiveerd. Hij had ook helemaal niet getest van tevoren. Dus het was voor het eerst dat hij in een toch wel redelijk andere 2017 auto reed. Maar hij kwam in de vrije training op donderdag er best wel goed mee. En hij kwam gemotiveerd over. Dus praatjes dat hij vanaf het strand afgetrokken was om in die auto te gaan zitten, die kloppen eigenlijk niet. Nee. Het is niet de vraag of, maar wanneer de safety car wordt ingezet, denk ik. Ja, want daar hebben we een speciale coureur voor dit jaar. Dat is Lance Stroll. Lance Stroll is helemaal geen slechte coureur, maar hij donderdag ging hij zijn auto al in de vangrail. Ja. Nou, Verstappen had ook een paar keer gedaan, dus dat kan iedereen overkomen. Maar hij zei vervolgens wel iets opmerkelijks. Want hij reed voor het eerst in Monaco, zeker met de Formule 1 auto. En hij zei dat hij had geoefend op de PlayStation en dat het op de PlayStation ook steeds niet lukte, die bocht. In dezelfde bocht. En dat is toch wel merkwaardig. En het is wel een jongen die af en toe de controle lijkt te verliezen. Dus het zijn eigenlijk meestal wel safety car situaties in Monaco. Ja. En dat is eigenlijk ook maar te hopen ook, want het is een hele mooie omgeving. Een mooie sfeer en jacht in de haven. Kan je even rustig om je heen kijken. Het is allemaal prachtig, maar de race in Monaco kan heel saai zijn. Want inhalen, en dat wordt dit jaar weer een extra factor, omdat de auto's breder zijn geworden. Inhalen in Monaco is lastig. Daar gaan we, dit weekend. Ja, Vettel, Verstappen, Ricciardo. Oh, Red Bull feestje. Ja,
Ferrari, Vettel, die gaat gewoon wegrijden en die heeft de zege eigenlijk al in zijn zak. En als hij zondagavond niet als winnaar van het circuit afgaat, dan heeft hij iets verkeerd gedaan, denk ik. Of iemand anders heeft iets verkeerd bij hem gedaan. Ja. Het is de te kloppen man, is het? Ja, de te kloppen man. Hij heeft eigenlijk de zege te verliezen, zo is het eigenlijk. Ja. En Verstappen gaat boven zichzelf uitstijgen. Die gaat laten zien, Monaco, ik heb het helemaal in de pocket, ik kan dat. En ja, hij gaat niet de buur raken. Verstappen gaat echt weer laten zien dat dit kan. Dit vind je zo positief? Ik ben positief. Echt, ja, ik heb het niet. Ik weet het niet. Ik moet het maar gaan zien. En dat is echt, als ik dat zeg, dan ik ben vrij positief altijd. Maar, dan neem ik dat maar een keer op mijn positiviteit. En Ricciardo zit ook in de Red Bull. En ik verwacht dat hij het goed gaat doen. En Ricciardo is ook altijd snel op Monaco. Dus die zet ik op de derde plek. En Button gaat naar de mensen zwaaien. Button gaat, let op Button. Want als het een hele chaotische race wordt, dan is ervaring echt een belangrijke factor. Ja. En ervaring heeft hij zeker. Dus dan kan hij zomaar een ene tussen de chaos door een puntenplek pakken voor McLaren. En dat zou echt al heel goed zijn. En dat gunt iedereen hem ook heel erg. Laten we hopen dat je gelijk hebt, wat betreft Max. Tuurlijk heb ik gelijk. Mooi.